Ja, dames en heren, goedemiddag. Ik ben Sharon van Winsen van Chartuur Handmade Belts. Chartuur introduceert luxe handvervaardigde centuurs. Italiaanse flair met een vleugje Hollands design. De gespen en het leer die, worden geselecteerd en geïmporteerd uit Italië. En worden hier in Nederland door de beste ateliers met de hand vervaardigd tot luxe centuurs. Het ambachtelijke en handvervaardigde karakter is juist zeer oplossend in deze markt. De leer wordt dan ook op een natuurlijke wijze gelooid. En er worden ook alternatieve grondstoffen gebruikt, zoals een houtvernier zoals je hier kunt zien. En bijvoorbeeld stoffen prints aan de binnenzijde die momenteel heel erg hip zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de concurrentie, dan zijn het voornamelijk grote modemerken die een centuur in het assortiment opnemen als bijproduct. En de productie wordt dan ook veelal uitbesteed aan grote productiebedrijven. Dus de positie van het handvervaardigde en ambachtelijke is nog niet zo nadrukkelijk in de markt aanwezig. De doelgroep echter die wil zich juist meer perfectioneren en onderscheiden van de massa of van een buurman. En dat willen zij graag doen met een product die bijvoorbeeld waar een uniek verhaal bij zit. De passie en de ambacht van het mooie leren, hoe dat gemaakt is, het verhaal, waar het vandaan komt, etc. Momenteel vind ik ingang, ik ben sinds september begonnen, vind ingang in de bovenkant van de markt, het elite segment. Hierbij moeten we bijvoorbeeld denken aan maatpakkenwinkels of echt luxe schoenenzaken, het betere segment. Die willen juist ook mooie producten hebben waar zij zich van het luxe premium segment voor kunnen onderscheiden, omdat het voornamelijk dus de bekende merken zijn. Juist het unieke is zeer interessant. Ondanks dat ik de markt goed in kaart heb, want een kleine niche-markt is, gaan de verkoop toch vrij gestaag. Ik ben sinds september begonnen en tot en met december heb ik ongeveer 609 stuks verkocht. Wat een omzet heeft gegenereerd van 38.500 euro. En een winst voor belasting van 21.000 euro. De reden van deze resultaten zijn naar mijn idee dat het assortiment nog te beperkt is. Je moet als de DTF's toch een beetje de keus geven om, om daar meer opties in te hebben. En daarvoor ga ik in februari zelf investeren 20.000 euro. 10.000 euro op mijn eigen winst en 10.000 euro aan mijn eigen portemonnee. En daarvoor wil ik nog een aanvulling hebben voor 10.000 euro van een potentiële investeerder of in de vorm van een rekening programma. Mocht het investeerder zijn, dan wil ik een rentepercentage voor ongeveer 50% hebben.